De ontwerpwet Spaar- en Stabilisatiefonds is gisteravond in DNA met algemene 35 stemmen aangenomen. Het wetsontwerp kwam na 4 jaar weer op de rol van het parlement. Deze conceptwet was in 2013 reeds onder de hamer van het parlement, maar is na enkele beraadslagingen ingetrokken door de regering. Er zouden nodige aanpassingen worden aangebracht, waarna de ontwerpwet Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname weer aan het parlement zou worden aangeboden. Voorzitter van de commissie van rapporteurs, Amsat Abdul, legde gisteren uit dat een spaarfonds om schommelingen van de economie te kunnen opvangen liever gisteren dan vandaag moet worden ingesteld. Volgens Abdul is het nooit te laat om te beginnen met sparen. Het Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname, het fonds dat bij deze wet wordt ingesteld, kan het best vergeleken worden met een spaarpot waaruit onder bepaalde condities geput kan worden om onvoorziene uitgaven te dekken en een buffer te vormen voor financiering van intergenerationele ontwikkeling. Voorzitter, het is nooit te laat om te beginnen met sparen. En ik ben blij, voorzitter, echt, ik ben blij dat de crisis ons leert om orde op zaken te stellen. Dat de crisis ons leert om ons land veel beter te ordenen. Dat de crisis ons leert, voorzitter, van datgene in place te brengen dat wij in periode van groei hebben nagelaten. Het is de bedoeling om met dit fonds de overheidsfinanciën te beschermen tegen scherpe prijsfluctuaties op de internationale markt voor mijnbouwproducten en tegen onvoorziene extra uitgaven in een noodsituatie. En om de diversificatie van de staatsinkomsten te bevorderen en een permanente inkomstenstroom voor latere Surinaamse generaties te genereren. De middelen van het fonds komen uit de meeropbrengsten van de mijnbouwsector, vooral in de periodes waarin de inkomsten uit die sector toenemen. Volgens Abdul zal Suriname op deze manier verzekerd zijn van een permanent voordeel voor toekomstige generaties. Het NPS-DNA-lid Patricia Etnel plaatste de ontwerpwet in relatie tot het herstel- en stabilisatieplan van de regering. Dus eigenlijk leven we nog in de periode van herstel en stabilisatie van de economie. Mijn vraag aan de regering, wat is de status quo van onze herstel- en stabilisatieplan? Misschien kan de regering ons helemaal dat aangeven. En wat is de toegevoegde waarde van deze wet als het wordt aangenomen? Als we kijken naar wat er allemaal staat in het herstel- en stabilisatieplan. Een van de belangrijkste zaken die ook hier in dit wetontwerp is aangenomen, is dat er investeringsprogramma's zouden komen die gefinancierd zouden kunnen worden door dit fonds. Maar in het herstel- en stabilisatieplan is ook aangegeven dat er 13 projecten zijn die gefinancierd zouden worden uit de middelen verkregen door alle handelingen, crisismaatregelen die de regering zou uitvoeren. En de inkomsten, als men de crisismaatregelen zou uitvoeren, zouden bedragen 211 miljoen SRD. Ik wil vragen aan de regering, in hoeverre is dat geld verdiend? En als we kijken naar dit fonds, hoeveel van die 211 miljoen zal direct worden opgenomen in dit fonds? NPS-parlementariër Patricia Etnel. Ze sprak gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwet Spaar- en Stabilisatiefonds. Financiënminister Gilmer Hoefdraad voegde eraan toe dat pas wanneer de inkomsten uit de mijnbouwsector hoger zijn uitgevallen dan wat op de staatsbegroting is geraamd, de meeropbrengsten in het spaarfonds gestort zullen worden. De middelen in het fonds zullen belegd worden, zodat het fonds steeds toeneemt. De ontwerpwet is met algemene 35 stemmen aangenomen.